Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de oudste stad van Nederland. Welkom bij Liefde voor Nijmegen. Het programma waar wij met bekende Nijmegenaren hun liefde voor de stad bespreken. Vandaag hebben we het gast Sineke Peters, prinses van het levenslied. Ze is bekend geworden met onder andere haar deelname aan het Eurozongfestival festival En ik denk dat dat wel haar hoogtepunt is. Klopt dat, Sineke? Dat klopt inderdaad. Ah. Dat heb je goed gezegd, ja. Allereerst wil ik zeggen dat ik het heel leuk vind dat je hier bent. Want ik heb al je liedjes altijd geluisterd. En Charlie uh, laat zit altijd nog heel erg in mijn kop. Ja. Uh, ook andere liedjes natuurlijk. Ja, maar dat blijft er altijd hangen. Dat dat blijft er altijd liedje. hangen ja. Ja. Krijg je daar nog regelmatig ook uh, dingen over te horen? Ja, weet je, als ik ga optreden, zing ik dat altijd nog steeds. Ja. Het is eigenlijk ook niet. Uh, ja, als ik het niet zing, dan voelt het niet compleet. Dus ja, en de, ja, de meeste mensen kennen mij toch echt van het Eurovisie Songfestival. Dus dat liedje, dat hoort gewoon bij mij. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. 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 Dat is natuurlijk al elf jaar geleden. Ja. Uh, wat doe je nu? Ik uh, mag nog steeds optreden voor mijn fans. Dus daar ben ik heel trots op. Want uh, ja, ik was net 18 toen ik naar het Eurovisie Songfestival ging. En uh, ja, het was eigenlijk, ja, het is heel gek eigenlijk. Maar ik ben begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dus dat was voor mij het begin van mijn carrière. En anderen die, ja, die hebben eigenlijk al een carrière opgebouwd in Nederland. voordat ze naar het Eurovisie Songfestival toe gaan. Dus het is eigenlijk uh, ja, best bijzonder hoe het allemaal is gelopen. En ik, ja, ik weet nog toen in die tijd dat ik daar naartoe ging. had ik dus alleen. Ik ben verliefd, Shalali. En toen ik, ik moest ik natuurlijk gaan optreden. Maar ja, hoe ga je dan een half uur vol maken? Want ik had geen eigen nummers behalve Shalali. Ja, en om dan acht keer Charlie lied te zingen, dat, uh, dat kan niet. Dat kan ook niet. Dus ik had uh, ja, nummers van Marianne Weber in mijn repertoire, Cory Konings, um, ik had een Songfestival met Lee. En ik wist dat ik uh, na het Songfestival verder wilde gaan met het Levenslied. Dus daar paste ik toen al mijn repertoire op aan. En toen was mijn droom om ooit geboekt te worden op mijn eigen liedjes. Ja, en dat is. Ja, dat, dat is nu uitgekomen eigenlijk. Want ik word nu ook geboekt voor mijn eigen liedjes. om een half uur op te treden. Dus ja, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Je straalt terwijl je het zegt. Ja, dus, ja. dat vind ik heel mooi om te zien. Dus dat betekent ook echt dat je die droom hebt waargemaakt. en dat je nu ja. uh, de dingen hebt gedaan die je ook heel graag doet. Ja, klopt. Ja, ja, het, ja het, zo, zo voel ik het ook echt. Want dat was ook echt een droom. En um, ja, dus ik ben heel blij dat ik nu, elf jaar later, nog steeds muziek mag maken en dat ik nog steeds... Uh, ja, voor mijn fans mag optreden. Ja. ja. Staat er wat te gebeuren aan de komende periode? Uh, nou ja, het is natuurlijk... voor iedereen nu in deze tijd... natuurlijk anders als andere jaren. Ook mijn werk ligt al een jaar lang uh, stil. Optredens, evenementen... die niet uh, door kunnen gaan. Dus ja, we hopen natuurlijk... dat in de zomer dat de evenementen... weer uh, mogen gaan beginnen. En... Oh. Ja, dat het dan weer op gang komt om, uh, om weer het land in te gaan om te gaan optreden nu de komende periode staan wel opnames gepland uh, voor uh, ook live optredens voor tv opnamen dus ja dat zijn dan de dingen waar ik wel echt ontzettend naar uitkijk maar um, ja het is voor iedereen natuurlijk een hele gekke tijd dus ik hoop echt ook oprecht voor iedereen en ook in de evenementenbranche dat het weer heel snel uh, mag gaan beginnen. Ja, laten we dat hopen. Ja. Naast uh, je liefde voor muziek uh, heb je ook uh, liefde voor waar je vandaan komt, ja. Nijmegen. Ja. Je bent opgegroeid in Lindenholth. Uh, je woont nog steeds in Lindenholth. Uh, je kinderen gaan naar dezelfde school waar jij naar school bent gegaan. Ja, klopt. Uh, wat betekent Lindenholth voor je? Uh, nou, dat is voor mij gewoon een heel vertrouwd gevoel. Ik uh, woon nu in dezelfde wijk als waar ik zelf ben opgegroeid. Dus ja, ik ga nu boodschappen doen in de supermarkt waar ik vroeger als klein meisje kwam. En um, ik weet nog, als ik, toen ik daar als klein meisje kwam, ging ik met mijn moeder mee boodschappen doen. Dan kreeg ik altijd een worstje van die mevrouw wie dan het belegging snijden. En nu als ik met mijn dochter in de supermarkt loop, krijgt zij van die mevrouw ook dat boterham worstje. Dus het zijn allemaal die kleine dingen, maar dat voelt wel vertrouwd. Dus ja, nee, ik zou niet snel uh, uit Lindholt uh, vertrekken. Nee, doe me niet. Nee. 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 Heb je Lindholt zien veranderen de afgelopen jaren? Uh, dat valt eigenlijk wel mee. Ik, ik heb niet echt het gevoel dat het uh, heel erg veranderd is. Als uh, wat uit mijn herinneringen, zeg maar, mijn jeugd is daar. Um, nee, het is eigenlijk nog wel steeds het oude, vertrouwde plekje. Als wat ik vroeger had. Dat, heb, dat, dat ervaar ik nu nog steeds. En heb je dat hetzelfde met uh, Nijmegen in zijn geheel? Ja, dat heb ik eigenlijk wel ook uh, in het geheel, ja, met, met Nijmegen. Ik um, um, ja, het, voor mijn gevoel is het gewoon, als ik Nijmegen in kom rijden al, dan voel ik mezelf thuis. En dat is natuurlijk omdat ik eigenlijk bijna ieder plekje uit Nijmegen wel ken. Dus dan al rij ik zeg maar van de snelweg dan uh, de stoplichten tegen dan, oh, dan voel ik mezelf al thuis. En dat had ik vroeger ook. Als we dan uh, met de auto richting Nijmegen weer gingen, dan had je het gewoon: dan ben ik weer thuis'. Voor jou geen andere plek dan Nijmegen nee, dus? Nee, absoluut niet. Nee, want ik, ja, ik heb zelf ook natuurlijk in, in de jaren door. Ik, ik, ik rij eigenlijk door heel Nederland heen. Ik op, ik kom op heel veel plekken, maar. Als ik in Nijmegen ben, dan ben ik gewoon echt thuis. Ja, nee, dus ik zal hier ook echt niet gaan vertrekken om in een andere stad te gaan wonen. Nee. En uh, wat zijn dan andere plekken in Nijmegen die je uh, mooie plekken vindt of fijne plekken vindt om uh, te komen? Behalve Lindeholt dan? Um, dat zijn eigenlijk wel heel veel plekjes. Ik vind het natuurlijk ook heerlijk om lekker in de stad uh, te lopen. En daar heb je natuurlijk ook hele mooie plekjes. Uh, zoals de Waalkade bijvoorbeeld... dat vind ik ook altijd echt een plekje als het in de zomer... om met de kinderen lekker te gaan wandelen... een ijsje te kopen in de stad en dan even lekker te wandelen. Maar um, uh, ik sport uh, ook veel, dus ik, ik doe veel hardlopen. En dan uh, de Hatense dat vind ik, ja, Dat vind ik echt een heel fijne plek om uh, te gaan hardlopen. Heerlijke plek. Ja, he. ja dus dat is uh, ook wel echt een plekje... Waar ik, uh, ja, waar ik gewoon lekker mijn hoofd leeg kan maken. Ja, mooi om te horen. Ja, zijn het, uh, Nijmegen is niet heel erg veranderd, maar ik kan me nog heel goed herinneren dat Plein 44 een grasveld was. Kun je dat nog herinneren? Nee, dat was dan misschien voor mijn tijd. Ah, dus ja, 13 jaar geleden of zo eigenlijk. Oh, maar, dus, ja, dat, moet het, ja, dat soort dingen nee, dat kan zijn. ik me dan weer niet herinneren. Nee, maar zo snel veranderen dingen natuurlijk ook. Ja. Net zoals de neefgul en de spiegelwaal. Ja. die vroeger natuurlijk. Nou, heel anders waren dan nu. Ja. ja, klopt. En er zijn natuurlijk ook dingen. Kijk, vroeger, uh, als ik denk aan de Vierdaagse. Dan weet ik dat het uh, op het Joris Iversplein, dat was natuurlijk het plein voor de Nederlandstalige muziek. En ja, dat is met de jaren wel natuurlijk. Uh, uh, dat, is, dat is niet meer. Uh, ja, ik moet zeggen. De laatste twee jaar is dat wel weer uh, op het Joris-Iversplein gekomen, uh, de Nederlandse uh, muziek tijdens de Verdaagse feesten. Maar uh, ja, ik weet nog vroeger, als wij dan naar de stad was, Joris-Iversplein het plein voor de Nederlandstalige muziek. Ja. Want daar ben ik dus begonnen met optreden en daar stond, ja, daar stond ik tussen mijn grote idolen: Marianne Weber, Frans Bouwen. Ja, die stonden allemaal op het Joris Iversplein uh, op te treden op de Nijmeegse Vrijdagse feesten. Dus dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Je noemde het trouwens al twee keer Marianne Weber. Dat is echt een fan. Je bent echt een fan van Marianne Weber, toch? Uh, ja, dan is zij is sowieso echt een idool van mij. Ik ben echt opgegroeid met haar muziek. En uh, nou ja, buiten dat is zij ook uh, mijn manager, mijn coach. Zij uh, heeft mij eigenlijk. Uh, ja, begeleid bij het Songfestival. Het, het ging, zeg maar zo. Het, um, de Tros ging in 2010 het Nationaal Songfestival organiseren voor de eerste keer. En toen gingen ze Nederlandstalige artiesten vragen om daar aan mee te doen. En die mochten allemaal een protege meenemen. Ja, en die gingen dan uh, het liedje zingen en dan wie er dan wordt uitgekozen om naar het Eurovisie Songfestival toe te gaan. En ik leerde Marianne kennen toen ik een jaar of zestien was. En Zij hoorde mij zingen op een feestje, en toen zei ze dat ze wel iets in mij zag, maar ik moest geduld hebben, ja. want ja, ik was 16. Ja, ze zei: We moeten geduld hebben op het juiste moment dat we jou kunnen presenteren aan, de, aan Nederland. Nou ja, dat geduld had ik wel, want ik zat uh, op de kappersopleiding, ik zat op het ROC, dus ja, ik, ik was gewoon nog bezig met mijn opleiding, dus ja, dat geduld dat had ik zeker. Ja, en toen kwam dus. Uh, uh, de vraag aan Marianne of ze mee wilde doen aan het Nationaal Songfestival... met een protégé. En dat werd ik. Ja, super en leuk. dat was natuurlijk het ultieme moment om uh, ja, mezelf te presenteren aan Nederland. Ja, en eigenlijk vanaf die tijd, dus vanaf uh, dat ik een jaar of zestien ben... begeleidt Marianne mij eigenlijk al in deze wereld, in de muziekwereld. En ik heb nog steeds iedere week contact met haar. Uh, ze schrijft ook liedjes voor mij... Uh, ja, eigenlijk, uh, ze, ja, zij zit nog echt in een team. Uh, waar ik ze, alles wat binnenkomt, spreek ik ook met haar. Dus ja, we zijn in, ondertussen ook hele goede vrienden geworden. Er is echt een vriendschap ontstaan. Ja, superleuk horen. Ja, ja eigenlijk een soort tweede moeder noem ik het altijd. Ja, in de ja, ik kan muziekwereld. Me goed ja. Ja. ja Zij, zij kent ken natuurlijk als geen ander. Uh, hoe deze muziekwereld in elkaar steekt. En dat, ja, daar leer ik gewoon ontzettend veel nog steeds van. Ja, ik kan me voorstellen. Je gaf net aan uh, bij Joris Iversplein. Uh, dat daar veel Nederlandstalige muziek is uh, tijdens uh, de Vierdaagse. Ja. Zijn er ook andere plekken in Nijmegen waar je hebt opgetreden? Ja, Plein 44 heb ik ook uh, mogen optreden tijdens de Vierdaagse. Um, dat is natuurlijk ook wel echt een stukje... Ja, uh, dat je dan dat je weet van vroeger, zeg maar, het Plein 44. Je hebt, oh, ik weet nog van vroeger, bepaalde pleinen, daar gingen we eigenlijk altijd naartoe. En dat stond bij ons dan echt een Nederlandsalige muziek. Dus dat was Plein 44, Joris Iversplein. Uh, met de Carnaval bijvoorbeeld heb ik ook heel vaak opgetreden uh, op de grote markt in de, in de tent. Dus dat zijn toch wel plekjes die um, niet snel vergeten, ja, waar ik dan heb mogen optreden. Ja, superleuk. Ja. ja. Je noemde het carnaval. Ja. Uh, ben je een grote carnavalvieren. Uh, nou, ik vind het wel leuk, maar het hoeft niet per se. Liever carnaval of vierdaagse dan. Oh, dat is lastig. Dan vierdaagse. Ja, toch? Ja. Als ja. echt Nijmeegse. Ja, ja. Uh. Ja, nee, dan echt vierdaagse. Ja. Want je hebt toch ook de vierdaagse gelopen. Ja, klopt. In 2013. Hoe was dat voor je? Pittig. <laughs> ja, dat was best wel zwaar. Maar ik dacht als echte Nijmegenaar moet je een keer de Vandaagstrijd hebben gelopen. Dus ik dacht in 2013, ik ga het gewoon doen. En ik heb hem uitgelopen. Vraag me niet hoe, want het was echt bloed, zweet en tranen. Nou, blaren eigenlijk. Want uh, ja, het was echt wel pittig. Maar uh, ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik, heb mezelf ook, uh, ik had mezelf beter kunnen voorbereiden van tevoren met uh, ja, veel meer trainen. En ik deed eigenlijk in die tijd ook veel hardlopen. Dus ik dacht, nou, dat wandelen, dat gaat me dan wel goed af. Easy, maar ja, makkelijk. Daar kwam ik dus snel op terug op de tweede dag. Dus, uh, maar ja, ik ben wel heel blij dat ik hem toch heb gehaald en dat ik het een keer heb gedaan. Want ja, wat ik net al zei, ik vind als echte Nijmegenaar nou, moet je toch wel een keer die hebben meegelopen. Ja, ja. ja, wat vind je nog meer echt Nijmeegs? Um, de brug natuurlijk ja de brug absoluut want als je ik vind als je de brug ziet dan dat is echt Nijmegen dat ja ja inderdaad en de Vierdaagse, dat vind ik ook gewoon echt want ja er komen zoveel mensen uit verschillende steden eigenlijk door heel Nederland maar ook door uit andere landen komen echt naar Nijmegen toe voor de Nijmeegse Vierdaagse. dus ja als ik denk aan Nijmegen denk ik toch wel echt aan de Vierdaagse. Ja. En daarmee blijft in je hart zitten. Hè? Ja, voor absoluut. Voor altijd. Ja, waar je ook bent. Ja, ik voel me gewoon ja. thuis. Ja, en dat vind ik het belangrijkste aan uh, ja, waar je woont, waar je vandaan komt. Dat je jezelf echt thuis kan voelen. Ja, leuk. Ik uh, ben blij. Uh, ik vind het leuk om je gezien te hebben hier. Dank je wel. gesproken te hebben. Vond ik ook leuk. En uh, ik hoop dat je de aankomende periode weer veel met uh, je muziek mag gaan doen. Ja. En dat weer helemaal gaat lopen. Ja, dat hoop ja. ik ook. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt voor het kijken. Als je naar de video hebt gekeken. Op het moment dat je naar de podcast hebt geluisterd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de oudste stad van Nederland.